Goedemorgen, het is vandaag zondag. Yeah! Nou jongens, daar zitten we dan in de auto. Onderweg naar weten wij nog niet waarheen. Zij ons balkon is aan het opknappen. En Nessie heeft echt heel goed opgeruimd. De hele grond is nu helemaal schoon. We hebben nu daar bankjes. We hebben zo'n grasmat gekocht. Heel lelijk, maar wel goed. Voor nu is het gewoon even goed. Eerlijk, zo'n grasmat is gewoon echt lelijk. Het is geen grasmat, het is een tapijt dat die leek op gras. Ja, het is toch een grasmat. En we willen nou kussentjes voor onze bankjes. Kunnen we lekker in de zon gaan liggen deze dagen. Eindelijk. Ik ga lekker in de ochtend mijn koffietje weer drinken. Heerlijk. Hallo. Barbecue met de birthday. Ja, we moeten ook een barbecue halen. Leuk hoor, een summer at home. Ja. Zullen we een jacuzzi halen? Nee. Hou me op, ik ben helemaal klaar met jou in je jacuzzi. Nee, zo'n opblaasding. Nee, het gaat alleen maar voor ellende zorgen. Moet ik het weer oplopen ruimen en zo? We gaan zo'n barbecue halen ook. Ik weet alleen nog niet waar. Dus we rijden nu even ergens heen, dan zie ik jullie zo. Oh mijn god, trouwens jongens, ik moet jullie wat zeggen. Ik heb toch altijd mijn defiance, ik had het volgens mij gisteren ook in de vlog gezegd. Maar Nessie is tegenwoordig bij mij mee aan het kijken. Hij vindt het helemaal geweldig. Wie is jouw favoriet? Eerlijk, wie is jouw favoriet? Er zijn een paar waar ik gewoon stuk op ga. Maar welke? Ik ga stuk op die Colombiaan. Welke Colombiaan? Die naar de stripclub. Ja, die had met die man met die vier kinderen. Ja? Ik ga stuk om die andere, die bazige. Welke? Die bazige vrouw. Welke? Die is ook irritant, jongen. Welke? Die Latina. Nee, ja, ik weet niet of ze Latina is. Maar die zomaar naar de huis ging verbouwen toen die man net kwam. Ja, precies. Ja, ja. Ik vind die echt het minst leuke van allemaal. Ja, maar... Maar ik vind Annie echt grappig. Die ene die naar Strupke wil. Ja, echt grappig. Guys, we hebben de kussens hoor. Yes! Kijk hoe dit is geparkeerd, man. Wat is dit? Jongens, we vouwen alleen kussens. We hebben 3 krabpalen erbij gekocht, kattengrind, zelfs nieuwe voerbakjes voor mijn kindjes. Oh mijn god, onze katten gaan zo blij zijn. Ik ben heel benieuwd wat ze hiervan gaan vinden. Er zit een meisje in, ik ga stuk. Oh, oh, hallo, wat is dit? Oh, Lira vindt het leuk. Zit iemand in het huisje? Oh, lekker ding. Zo jongens. Oh, nog een krabpaal. Wat leuk. Zo, nieuwe voerbakjes. Het ziet er al veel beter uit. Oké, een paar uur later. Ik moet nu echt een beetje gaan bedenken wat wij vandaag gaan eten. Ik heb gewoon nergens zin in. Ik heb denk ik echt de afgelopen dagen gewoon nergens zin in. Daarvoor had ik wel altijd wel dat ik echt heel erg zin had in iets. Maar ik kan nu echt op niks komen. Ik wil heel graag een soepje of zo maken. Maar ik had net al te googlen wat voor soepjes ik kan maken. Maar ik weet niet. Ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon een soepje of zo ga maken. Ik heb er echt geen idee. Of wel zin in vis of zo. Ik ging even kijken naar een recept dat ik kon maken en toen kwam ik dus op tomaten zonder gehaktballetjes en ik had er op dus echt heel veel zin in. Dus ik heb hier tomaatjes gesneden en die gaan nu de oven in. Ik ben even naar de supermarkt gegaan. Ik moest eigenlijk alleen maar wortelen hebben voor de soep. En toen zag ik er heel veel dingen in de actie waren, zoals deze luchtverfrissers voor in de auto's. Heb ik eentje voor mezelf gekocht, eentje voor Nessie. En toen dacht ik, ja, gewoon nog één, dat is maar 2 euro. En nog één. Kattensticks, ze vinden dit echt helemaal geweldig. Deze is voor jullie. Kom, ik ga het jullie gelijk geven. En toen zag ik dat dit ook in de sale was. 2 euro, luchtverfrissers voor in huis. Heb ik er nog één van gehaald. Nog meer van gehaald. Fruit. Nog meer fruit. Oh, de nectarines zijn nu echt zo lekker. Dinar, ga even een snoepje eten. Wortelen, waar ik eigenlijk voor ging. Oh ja, dat was ook een actie. Van die mini Nivea potjes. Echt super handig. Eentje voor mij, eentje voor Nessie.
kattenvoer voor mijn katten. Ik koop nooit natte, voer voor hun. Maar deze kunnen ze echt heel goed tegen. Want Lyra moet altijd kotsen als ze natte voer krijgt. Maar deze reageert ze echt heel goed op. Het is echt een heel goed merk. Tomatenpuree. Nog een Nivea potje. Ik heb voor het eerst peterselie en knoflook gehaald vanuit de diepvries. Ze zijn diep gevroren. Ga ik gelijk in de diepvries doen. Dat was ook in de actie. Oh mijn god. Nog meer luchtverfrissers. Het zijn van die automatische luchtverfrissers. En deze kost ook maar 2 euro. Even snel dit opruimen en dan beginnen aan mijn soepje. Wanneer je keukenpapier op is, dus je gebruikt wc-papier. Ik ga stuk. Kijk guys, tegenwoordig heb ik meer op de tafel gewoon lekker een fruitmandje. Zo eet ik ook meer fruit per dag. Zo, de tomaten zijn bijna klaar. Ik ga lekker alvast beginnen met de soep. Ui nodig, wortelen, tomatenpuree, gehaktballetjes. En ik ga deze twee even proberen voor erbij. Even kijken hoe het eruit ziet. Hier zitten dus 20 teentjes knoflook in, las ik. Volgens mij zijn het ongeveer 2 teentjes. Prima. Peterselie maakt eigenlijk niet zoveel uit. Gewoon lekker veel. We doen olijfolie in de pan. Ik heb net ui gesneden. Dat gaat erin. Met de heerlijke biotomaatjes uit de oven. Dit gaan we even heerlijk bakken. Dit ruikt al zo lekker. Je mag er eigenlijk nog veel meer tomaatjes bij toevoegen. Alleen ik voeg gewoon nog tomatenpuree toe. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. En ik voeg ook de ui en de peterselie toe. De meeste mensen houden van basilicum in hun tomatensoep. Ik heb het ook wel eens gemaakt, maar ik vind basilicum eigenlijk niet zo heel lekker. Ik hou ook niet echt van pesto, dus ik ben nu de wortels aan het snijden. Ik voeg hier een beetje wortels toe. Nu inmiddels heet water toegevoegd en nu komt tomatenpuree erbij. Ik ga nu zout toevoegen, zwarte peper en kurkuma. Ik heb nog bloemkool in de koelkast. Ik vind het een beetje zonde om het niet te gebruiken. Dus ik ga het gewoon in heel kleine stukjes snijden. En dan ga ik het ook bij toevoegen. Zo, de bloemkool is gesneden. De worteltjes zijn gesneden. Ik ga nu denk ik met een staafmixer doorheen. Zo, ik ben er met een staafmixer doorheen gegaan. De soep is echt perfect. Ik voeg nu even de gehaktballen toe. Ik doe er niet heel veel in. Woehoe. Nu doe ik de wortelen erbij. Ik kwam dit tegen in mijn diepvries en toen dacht ik, ja, ik heb echt zin in spinazie. De bloemkool is bij de soep toegevoegd. Heerlijk. We hebben hier uitjes en dan gaan ze wortel bij. Dus vandaag officieel een worteldag bij de Amadi's. Die doen we er zo bij. Lekker knoflook erbij. Niet te veel. Peterselie erbij. Gemalen koriander. En zout en peper, of course. Als laatst een beetje citroen eroverheen. Nou jongens, lekker rijst met gehaktballen en bloemkool. Spinazie, falafel. Dit is het een beetje voor vandaag. We hebben heerlijk gegeten, was lekker hè? Heerlijk. Die knoflook trouwens, die is echt een aanrader. En ze is lekker ijs aan het eten. We gaan zo even naar kantoor. Om te editen. En ze moet ook heel veel doen op kantoor, toch? Heel veel. En ik ga vandaag even voor een verandering mee. Want normaal gesproken blijf ik gewoon thuis. Want ik moet echt nodig een vlog gaan editen. Dat is een beetje de planning. Ik vind dat wij reactievideo's moeten maken. En zal het bij TLC. Ja. Dat is wel echt leuk. Moet je echt een leuk programma eigenlijk vinden, dan kunnen we daar gewoon... Je kan ook met Temptation Island of zo doen, hè? Maar ik vind Temptation gaar, man. Ja, ik ook eigenlijk, vooral dit jaar. Maar die 90's Chance, ik vind het gewoon grappig. Ja, is ook zo.